Goedemiddag, dames en heren. We staan hier live op de Hannover Messe. Ik sta hier samen met Ger Steeks. Ja. Sorry. Ger, wat doet uw bedrijf precies? Nou, wij doen vakenvormen of thermovormen. In principe doen we kopen wij platen in en die doen wij thermisch bewerken. Dat is als hoofdmoot vacuümvormen, daarnaast draperen en thermisch buigen. En in combinatie van die technieken kunnen wij zeer complexe producten maken. Oké, en hoe heet uw bedrijf? Ons bedrijf heeft Grijn Vormtechnics. Onze locatie is Reuver, dat is tussen Roermond en Venlo. Vanuit Duitsland gezien zitten we 2 kilometer van de Duitse grens. Dus wij zijn Duitsstalig en we doen ook graag zaken met Duitsland. Alleen op een of andere manier is het vreemd dat de grens toch altijd nog een kleine barrière is. Ja. Dat we eigenlijk buren zijn en qua dialect ook nog dezelfde taal spreken. Ja, ja, dus. Ja, en kunt u misschien wat voorbeelden noemen van hoe u dan een product verwerkt tot iets anders? Nou, in principe hebben wij de standaard thermoplasten die wij wel werken. De laatste tijd zijn we aan het kijken naar vezelversterkte kunststoffen. En op dit moment hebben we platen, natuurvezels, die wij voorzien van een biopolymeer, een PLA, algemeen bekend in de markt. En die naam, dat is een heldere kunststof van nature, die gemaakt wordt van de resten van de suikerbieten. Bij de productie van de suikerbieten, eigenlijk de afval die er vrijkomt. En de afval bij het verwerken van de mais, korrels, de plant en ook weer het restafval. Daaruit wordt een melkzuur gemaakt en dat is het PLA. Wat doen we dan? Wij brengen PLA in kunststofvezels of in afvalstoffen zoals gerecyclede kleding, dus katoen. Die kunnen we mengen met de PLA. Ja, en op dat moment kunnen we die vacuüm vormen. En daar kunnen we dus een product van maken als een contactdoos, een kabelgoot hebben we al gemaakt. Oké, u zorgt er dus voor dat natuurlijke producten, eigenlijk afvalstoffen van natuurlijke producten of van andere producten, ja, worden omgezet tot een echt product. Als ik misschien een klein voorbeeld pak. Ja, dit is gewoon stof. Dat zijn de gerecycled producten. Dit zijn de kleine vezels, de te korte vezels voor her te gebruiken in nieuwe kleding, nieuwe textielen. Dat is afval wat op dit moment tussen 60% en 70% gewoon verbrand wordt. Wij mengen dat met een PLA en vormen dan een product. Dit is bijvoorbeeld een schoentrekker, als jullie goed kijken. Ja, zo kun je het zien, ja. En het mooie van dit product is dat als dit product versleten is, je kunt het gewoon weer hergebruiken. Je zet er een aantal warme lucht op, het verdampt. Ja. Ja, en je krijgt weer de stof terug en je kunt van deze eigenlijk afval kun je weer een nieuw product maken. En zo kun je continu bezig blijven. Ja. Dat kunnen we met hennep, met vlas, vezels en met jute. Okay, ja, het kan met heel veel verschillende soorten producten. Ja. En wat doet u hier precies op de Hannover Messe? Nou, de Hannover Messe staan we hier. We zijn een Limburgs bedrijf. Ja. En er is een organisatie Limburgsmaker. Die ook gelieerd is aan het LIOF. En die promoten dus de industrie innovatieve bedrijven. En zodoende hebben zij ons uitgenodigd voor op te geven op dit gedeelte. Op een onderdeel van het Holland Paviljoen, waar een onderdeel Limburgs Makers is, om ons tentoon te stellen deze zulke producten die vrij innovatief zijn. En zijn jullie dan bijvoorbeeld om connecties te maken met potentiële klanten en ook op de Duitse markt actief proberen te raken? Nou, één is gewoon inderdaad laten zien wat we kunnen. Okay, ja. Twee is het belangrijkste wat contact te leggen, zowel potentiële klanten natuurlijk, maar vooral ook kennisinstituten en andere bedrijven om samen te werken. En wat ik nu heb gedaan, ik heb een bedrijf met 31 personen. Ja, we zijn relatief klein, dus als het druk is, dan wordt er niks aan innovatie gedaan. Even heel zwart-wit gesteld. Ja. En is het minder druk, dan ga je weer aan de slag. En we zijn nu bezig om de bedrijfsstructuur zo te maken dat iemand volledig met die biopolymeren bezig is. Zodat we elke week, elke maand stappen maken. En niet 1 week veel en dan weer een maand niks. Dus ja, dat we
Want dit is gewoon uniek, zulke producten. En om in elk geval, we moeten in de toekomst geen afval creëren, we moeten afval gaan gebruiken. Dus jullie willen nu non-stop bezig gaan met innoveren eigenlijk. Ja. En heeft u nog een online, kunnen u nog ergens online uw bedrijf terugvinden? We zitten op de website, gewoon www.grijn.com. Grijn.com? Ja, Grijn.com. En Grijn is Gerard, Richard, Eduard, Isaac, Jan, Nico. Is wel, die ei is niet Upsilon, is wel eens vaker een probleem. Okay. En we zitten op LinkedIn, Facebook, dus daar zijn we te volgen. Ook gewoon voor, met Grijn? Met Grijn. En dat willen we straks ook duidelijker te leren, dat we ook met die duurzaamheid bezig zijn. Oké. Nou, hartstikke bedankt voor dit interview. Ik hoop dat jullie nog een fijne dagen op de Hannover Messe hebben. Ja. Dankjewel voor de moeite en ik hoop dat dit een leuk filmpje wordt voor jullie en ons. Ja.